Zenuwen en drukte op de eerste uitzenddag van StadsTV Rotterdam. Het programma begon zojuist vanuit de NOC van het World Trade Center in de Maastad. De redactie in de weer om de kijkers de lokale gebeurtenissen heet van de naald te brengen. Op een beeldscherm verschijnt het ANP-nieuws. De redactie plukt er meteen uit wat met Rotterdam te maken heeft. Maar eigen nieuws is zeker zo belangrijk. StadsTV werkt dagelijks met minimaal 2 cameraploegen. Na de opname wordt het onderwerp gemonteerd. Behalve op zaterdag en zondag is het magazine er elke dag. Het 5:30-journaal is een vast onderdeel van het programma. Of beter, ze beginnen ermee. Omdat we samen met het 5:30-journaal en het Rotterdamse journaal, de mensen in Rotterdam, al het nieuws wat er maar te bieden is in een hele korte en toch indringende vorm kunnen aanbieden. De kijkdichtheid van het 5:30-journaal is heel erg goed. En dat is dus voor ons een heel gunstig uitgangspunt. Wat verwachten de kijkers van lokale tv? Nou, als er dan iets zinnigs uitkomt, is dat natuurlijk best leuk. Alles gebeurt in Amsterdam, waarvoor niet in Rotterdam? Gezellig, StadsTV erbij. Het begint vanavond, dat is het enige wat ik weet. Maar als het aan de hoofdredacteur ligt, weet elke Rotterdammer er binnen de kortste keren alles van. Bijvoorbeeld door het eigen gratis programmablad voor kijkers en sponsors. En de clubcard die allerlei voordeeltjes moet gaan geven. Tiksma wil nog meer. Nou, wij willen liefst zo snel mogelijk met lokale reclame beginnen. De politieke standpunten zijn wat dat betreft gunstig voor ons. En we verwachten toch dat uiterlijk 1990 lokale reclame mogelijk zal worden. De redactie is voorlopig niet bang voor de invloed van het bedrijfsleven. Laat het heel duidelijk zijn dat binnen onze tv-programma's kan de redactie onafhankelijk werken. En zijn we op geen enkele wijze verplicht om iets terug te doen voor onze sponsors. We schakelen even over naar de Rotterdamse studio, naar de presentatoren Rian Biesters en Peter Schuiten. Rian, hallo. Wat heeft de Rotterdamse televisie voor nieuws vandaag? Nou, goedenavond, Marcise. We openen vanavond met een primeur over de Rotterdamse havencijfers. Verder waren we vanmiddag bij een protestactie van de brandweer in Rotterdam. En we waren in de Laurenskerk bij de herdenking van de overledene van de tanker van Netlooit. Nou, juist. Wat we niet hebben is dus de botsing vanmorgen van 2 fietsers op de Koolsingel. Maar verder hebben we eigenlijk alles wat aan Rotterdams nieuws is. Prachtig. En aan Peter nog even de vraag wat er voor de rest in het programma zit. We gaan natuurlijk ook even doorpraten over die actualiteit. Even inhaken bijvoorbeeld op de cijfers van de Rotterdamse haven. Ze zijn explosief gestegen. Ik weet niet of dat bij jullie in het journaal zit. En daarnaast gaan we ook het hebben over culturele zaken. De popmusical Zeldzaam doet bijvoorbeeld de stad aan. En we hebben een portret over Joop Hiele die hard op weg is om weer zijn rentree te maken in het eerste van Feyenoord en hopelijk ook in het Nederlands elftal. Dankjewel, veel succes. Presenteren is leuk werk, dacht ik.